Het aantal daklozen in ons land is de afgelopen jaren enorm gestegen, maakte het CBS vanmorgen bekend. Het zijn er nu zo'n 31.000, maar liefst 13.000 meer dan 6 jaar geleden, in 2009. Vooral niet-westerse allochtonen belanden vaker op straat de afgelopen tijd. Bij de Elandstraat in Amsterdam herkennen ze het beeld. Moet nog even. Ik ben dakloos, inderdaad. Al sinds 2010. Hoe komt dat? Familieproblemen. Was verkeerd bezig, verkeerde vrienden. Ben ik eruit gegooid. Ik werkte op Schiphol. Burger King Schiphol. En wegens crisis werd ik ook ontslagen. Nou, ik was niet de enige, meerdere collega's. Contract wordt niet verleend. Ja. Je wordt kleding gesorteerd en op voorraad gehouden voor dak- en thuisloze mensen. Wat dacht jij toen je de cijfers van het CBS zag? Nou, die cijfers bevestigen eigenlijk wat wij de afgelopen 3 jaar al gezien hebben. Namelijk dat er elk jaar meer mensen op straat belanden. En dus ook dat er meer mensen naar ons toe komen. Nou ja, die stijging komt vooral doordat de nasleep van de crisis nu echt te voelen is. Dat mensen minder te besteden hebben, dat mensen ontslagen worden. Dat mensen via echtscheiding uit hun huis gezet worden. Ik zie zoveel jongere mensen op straat. Tussen de 18 en 30. Als je bijvoorbeeld in de coffeeshop zit, je komt jongeren tegen, dan gaan jullie even houden. Nou, als je ziet, die jongens zijn 22, 23. Ja, ik heb geen dak. Ik slaap hier, ik slaap in een box, ik slaap hier, winteropvang. Het is zeker zorgelijk aangezien het daarvoor naar beneden ging, de getallen en de gemeente en alle andere instellingen daarop ingezet hadden dat het minder, dat instellingen zoals deze en dagopvang voor daklozen minder nodig zouden zijn. Het is zorgelijk inderdaad. Vooral voor deze mensen die op straat belanden. Ik denk niet eens aan mijn toekomst. Ik denk aan mijn morgen, of ik leef of niet. Laat staan, laat een jaar of 2 jaar staan. Ik denk alleen aan mijn morgen. Ben ik morgen levend of dood? Dat is meer dan, verder dan dat kan ik niet bekijken, want ik heb niks.